We staan bij Alessio Virgone na de prachtige 2-0 overwinning tegen La Louvière. Alessio, wat een wedstrijd. Ja, inderdaad. Het was een moeilijke wedstrijd. Ik denk, we scoren zeer snel 2 doelpunten. En dan blijven we in onze wedstrijd. We hebben weinig kansen afgegeven. En de 0 kunnen houden. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging zijn. Maar vooral de eerste helft was wervelend. Hè? Jullie speelden echt heel mooi voetbal. Hè? Ja, ik denk dat we in de eindronde elke keer een mooie eerste helft hebben neergezet. En ik denk dat we vandaag ook een tweede helft zeer goed verdedigd hebben. Het was een moeilijke wedstrijd en we hebben het goed gedaan. De ganse ploeg heeft goed gewerkt. En nu kunnen we naar promotie, naar eerste amateur. Dat is gewoon prachtig en geweldig. Ja, maar toch een speciale vermelding voor jou zelf, want je speelde toch een schitterende wedstrijd. Niet alleen verdedigend, maar ook aanvallend, heel gevaarlijk. Eerste helft, heel veel gevaar kwam van jou, langs jouw kant. Ja, ik denk dat we wisten dat we, als we wilden promoveren, een sterke wedstrijd gingen moeten spelen. En ik denk dat we dat samen allemaal hebben gedaan. En dan krijg je zo'n resultaat, 2-0. En ja, dat is gewoon perfect. Hè. Ja. Ons hart stond even stil na 20 minuten toen je de gele kaart kreeg. We dachten, oei, dat is nog 70 minuten met de handrem op. Ja inderdaad. Het was een domme fout van mij. Maar ik denk dat ik daarna met mijn hoofd heb gespeeld. En probeer die tweede gele kaart te vermijden. En dat heb ik ook gedaan. Dus ja. Dus... Heb je al een idee hoe het hier volgend jaar zal uitzien? Nee, ik denk dat we nu een beetje gaan feesten. En daarna gaan de spelers met het bestuur een beetje spreken. En daarna zullen we zien. Maar ik hoop dat we hier allemaal terug volgend seizoen gaan starten. Oké, heel grote proficiat Alessio voor jouw prachtige prestatie. Voor de ganse groep uiteraard. En we zullen met jullie meevieren vanavond. Dank je wel en geniet ervan. Dank je, bedankt.